Welkom op ons kanaal. Dit kanaal zal gaan over de verhuizing en immigratie van Nederland naar Polen. Over het compleet opknappen van het huis en de grond daaromheen naar onze wensen. Het gebouw de ruïne die je ziet, recht voor ons, zal naar de grond gaan. Op de fundering hiervan zullen 3 huisjes komen voor de vakantievuur. Deze muur die u nu ziet, is een oude paardenstal. Deze zal worden opgeknapt. Hierin zal een buitenkeuken, een zit en opslag gecreëerd worden. Het dak staat ook perfect op het zuiden. Het is een mooie plek voor zonnepanelen. Dit is het woonhuis, zeer waarschijnlijk gebouwd rond 1870, 1880. Het dak is ondertussen af. Dat is hier helaas nog niet te zien, maar dat zal volgen in de volgende video. De oppervlakte van het huis is ongeveer 135 vierkante meter. De buitenmuren zijn 64 centimeter dik. De binnenmuren 24. Er bevindt zich een kelder onder het huis van ongeveer 120 vierkante meter. De zolder, ja, die is gewoon gigantisch. Dit was het voor deze video. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. En laat een berichtje achter. Amart.